Nederlands. Het programma wat ik ga voorleggen, ook voor iedereen helder is. En daarna geef ik een stokje aan Marius, die de introductie van onze geëerde gast zal doen. Ik zal vandaag het programma bewaken qua tijd, hè, dat jullie ook tijdig ook in de pauze je natje en je droogje gaan krijgen. En ik ben even van de huishoudelijke mededelingen ook. En die verweef ik nu al meteen even in het programma, want jullie hebben natuurlijk een voorlopig programma ontvangen. Nou, daar gaan we elkaar eigenlijk gewoon aan vasthouden. Laten we dat maar doen. Dus, en in grote lijnen komt het er dus echt op neer. Voor de pauze nodigen we meneer Daniels uit om vooral zijn ervaringen met ons te delen. Een stukje geschiedenis, ook de laatste inzichten vanuit de wetenschap. We hebben van een aantal mensen van jullie ook van tevoren al vragen toegestuurd gekregen. Die zal hij voor een deel al ook in dat verhaal verweven. En dan na de pauze van 3 tot 4:30 hebben we pauze. Na 4:30 is er tijd voor een Q&A-sessie. Dus mocht er dan de aanleiding voor je verhaal of net onderweg hier naartoe nog ook vragen bij je op zijn gekomen. Dan is dat de tijd om het ook voor te leggen. Voordat ik stokje aan Marius ga geven, wil ik jullie allemaal uitnodigen om op de foto te komen. Ja. Dus we gaan even. Misschien ook